geld verdienen in de schoonmaakbusiness. Kan dat? Ja, dat kan. Heel goed zelfs. Mas laat het zien. Mas groeide de afgelopen paar jaar van een omzet van 6 miljoen euro per jaar naar 9 miljoen euro. De netto winstmarge 5%. In absolute zin natuurlijk een fantastisch bedrag. Tegelijkertijd is het procentueel een marge die Rachma verplicht altijd op de kleintjes te letten en scherp te zijn op de kosten en de processen. Dit wil ik. Ik heb dit. Dat bereik ik hiermee. Dus zo heb ik mijn hele cultuur binnen mijn bedrijf dat we er eigenlijk niet voor een korte termijn, maar voor een lange termijn. We zijn op weg naar Schuberg Philis, een cutting-edge IT-bedrijf onder de rook van Schiphol. Rachma is hier een bekend gezicht. Maar deze betrokkenheid die wij hier voelen, is gewoon zo bijzonder dat we eigenlijk een onderdeel zijn van hun. Rachma wil even spreken met Dries, die hier met een uitdaging te maken kreeg. De toiletten gebruiken namelijk geen water meer. Hartstikke modern en duurzaam, maar het rook in het verleden niet altijd even fris. Onacceptabel. Daar hebben we samen iets voor gevonden. Misschien kun je het even precies laten zien hoe ze eruit zien. Je gebruikt alleen maar speciaal gel voor. Gel. Gel. Hij rookt ook lekker. Maar de problemen wat hebben wij nu, de eerste uurtje of twee uurtjes gaat anders roken. Maar daarna heb je de hele maand perfect. Als je zegt, ja, hoe werkt het? Dat ze zien er mooi uit, maar je ne sais pas. Maar goed, maar dat is ook mijn taak niet. Dat is onze taak. De toiletten waren niet de enige uitdaging in de samenwerking met Schuberg Philis, dat als IT-bedrijf continu bezig is met haar bedrijfsprocessen. Zo werken ze hier al sinds jaar en dag zonder manager. Voor Schuberg Philis was het logisch dat ook hun schoonmakers zichzelf zouden aansturen. Rachma was sceptisch. Zou haar team dit wel aankunnen? Mensen zonder toezicht, wie komt, wie controleert, komen ze wel op tijd? Wie gaat de bestelling doen, wie gaat uren doen, wie gaat, nou, het hele proces. Het zelfsturende team werd binnen enkele maanden efficiënter, maar er waren meer voordelen. De lijnen in een toch al innige samenwerking werden nog korter. Bij Schuberg weten ze wie hun bureau schoonmaakt. Mijn bureau wordt vaak schoongemaakt door Dries. Het verschil is dat je niet via iemand iets hoeft te vragen, maar dat je aan diegene zelf kan vragen en dat je dan ook kan vragen, goh, wellicht heb je het over het hoofd gezien, maar het is hier opeens, ruikt het helemaal niet zo fris. Kan je helpen? Direct contact en korte lijnen. Medewerkers van Schuberg, Philis en Mas zitten zelfs in één en dezelfde WhatsApp-groep. En ze maken allemaal gebruik van dezelfde wifi. Doordat wij dus onderling met elkaar communiceren via de apps, zijn wij in staat om heel snel te kunnen reageren. Want vergis je niet, deze mensen moeten ook rechtstreeks communiceren met leveranciers. Rechtstreeks communiceren met kantoor. Dries en zijn collega's doen hun werk met plezier. Die motivatie is volgens Rachma de grote winst van het zelfsturende team. En als de motivatie hoog is, dan is de kwaliteit direct omhoog. Het is gewoon een feit. We hebben ze ook voor het eerst dit jaar uitgenodigd op onze familiedag. Wat we daarvoor niet deden, omdat het niet in ons opkwam. Als het aan mij zou gaan liggen, dan denk ik dat we het heel snel kunnen realiseren op een andere locatie. Er zijn al twee locaties die in de planning zitten. Het is typisch Rachma. Verbeteringen zien en direct doorpakken. Op macroniveau. Maar ook het microniveau blijft belangrijk. Soms letterlijk. Nee, water mag wel. Nee, kijk, nee, je doet zo. Nog geen eens water te gebruiken. Ja, want ik heb een schoonmaakbedrijf. Ik verkoop geen tijdschrift. Het is dus een product een schoonmaak. Dus ja, waarom zou ik daar vies van? Absoluut niet. Je kijkt zo, zo. En daarna ga je zeggen, oké. Ja, zo. Zo zie je maar weer. Ook een zelfsturend team heeft wel eens een zetje nodig. Mas bestaat nu bijna 20 jaar en het staat nu door, mede mogelijk door Rachma natuurlijk. Dus het loslaten gaat steeds beter. De tijd is gekomen voor Rachma om haar kindje los te laten. In de handen van haar dochter. Is Umayma er klaar voor? Altijd roept ze, ik wil gaan overnemen. Ik zei, ja, is nat neus, hè? Overnemen. Hè? Dus op een gegeven moment dronk mij door ook dat ze dat echt wil. We zitten nu zelfs in een fase dat als we iets willen investeren, dan komt Rachma bij mij om te kijken van, kan het wel? En nu zitten wij in die laatste, eigenlijk 2 jaar, 2,5 jaar, echt in die fase dat ik er zo min mogelijk te maken met de dagelijkse gang. Rachma de ondernemer, Umayma de directeur, allebei El Mouden. Wat bindt hen?
dat we allebei vrouwen zijn die een missie hebben en een doel hebben en ervoor willen gaan. Ze is gewoon rahma, letterlijk, de doorzetten vermogen. Geen gezeik, gewoon maar werken. Ze is zo sterk. Het is een harde wereld, hard vechten, je verliest. En ik heb het ook wel eens gezien, hè, dan is er echt teleurstelling. Maar de dag daarna staat iedereen weer klaar en gaat er aan de slag. Ja. Dus die power, moeder en dochter, fenomenaal. Echt. Uiteindelijk gaat het om Mas. Het bedrijf is belangrijker dan één persoon en de continuïteit lijkt gewaarborgd. Wat is Umayma's droom voor het bedrijf? Mijn droom voor Mas is dat wij nog steeds DNA van de oprichter hebben en dat we op een x-moment gewoon een verdubbeling hebben van het bedrijf. En heel ver, ver in de toekomst. Ik heb drie prachtige dochters rondlopen. Het zou voor mij een ultieme droom zijn als een van mijn dochters geïnteresseerd zou zijn om het dan weer verder voor te zetten. Een verdubbeling van het bedrijf. En wie weet waar een mogelijke derde telg in de El Moeden-dynastie het bedrijf kan brengen. Eén ding is zeker. Mas zal altijd met beide benen in de samenleving blijven staan. Met een streng doch rechtvaardig hart voor haar mensen. En het juiste microvezeldoekje in de juiste handen. Dat is hoe Rahma het graag ziet. Het laatste woord is natuurlijk voor haar. Ik was vroeger heel erg lastig in Marokko. Niet te handhaven. En eigenlijk niks deed ik goed, behalve soppen. Mijn moeder gaf mij straf en dat was gewoon schoonmaken, koken niet, wasdraaien was niet, dus gewoon schoon. Dus dat secuurheid van het netheid van perfectie, dus dat zo, het zit sowieso. En daarna heb ik natuurlijk zelf ook schoongemaakt. Dus het gevoel van hoe het voelt, ja, als schoonmaakster is gewoon, ja, het blijft mijn hele leven.